Dag Lars. Dag Guillaume. Ik vind precies dat Gert er na vorige week weer een beetje anders uitziet. Ja, weer helemaal de oude. Ja. Ja, precies. Precies weer wat minder succesvol in tegenstelling tot Gert Verheij vorige week. Maar wel niet meer in congé. Ja, en dat is ook al heel veel. Dat is al heel veel. Ja, maar allee, we gaan het zeggen zoals het is. We zijn eigenlijk heel erg blij dat we onze chef, echte chef, weer mogen ontvangen in aflevering 2 van de Shotcast. Nog steeds de voetbalpodcast van Het Nieuwsblad. Shotcast. Dag Gert. Dag Jeroen. Dag Lars. Je ziet er waanzinnig bruin uit. Ja? Ja, eigenlijk wel. Goeie vakantie, ja. Ja, uiteraard. Ja, en veel natuurlijk, hè. Het is dat zo bepalend is. Ja, nog een week nu eigenlijk, hè. En nog een week vakantie. Ah, je bent nog niet. Ik ben nog altijd vakantie. Ah, oké. Okay. Daar gaat onze intro. Ja, daar gaan ze net. Nee, ik zei juist van, ja, vergelijkingen met die Gert. Ja, er zijn wel veel parallellen met aflevering 1 eigenlijk, hè, Lars. Want we hebben opnieuw een Gert. Gert Verheij en Gert Gijssen. Ja. We zijn hier alweer in een kast van een huis. Ja, dat is de moeite, hè. Ja, ik vraag me eigenlijk af of ik binnen 2 jaar ook budget ga hebben om dit neer te kunnen zetten. Ja. Welkom in Rijke Vorstad, trouwens. Ah, okay. Ja, de camper, hè. Nog een link, want we zijn hier in een buurgemeente van Hoogstraat. Nee, nog een betere link. Jullie zijn allebei voorbij het ouderlijke huis van Gert Verheij gereden. Dat weet jij niet, hè. Jij weet niet hoe dat ik naar hier gereden ben. Voilà. Maar dus, kast van een huis. Ja, toch, ja. Vind je dat niet? Ja, de jezuïetenhoeve van Gert Verheij en nu de, hoe zou ik het omschrijven? Welke stijl is... Pastorijstijl is dit. Pastorijstijl, oké, goed. Dan kan dat mij nog meer bedaan, of... Mijn god. Jezus. Ik heb een kotappartement. Het is daarom dat we hier zitten. Is ook hier zitten ik ben meer gelukkig. Ja. Nee, Swat. Andere Gert, ja. Heb jij ook last van een fake Instagram-profiel, of zijn er nog niet zo populair? Nee, daar heb ik je totaal geen last van. Oké, ça va. Nu, ik ben wel heel blij dat onze luisteraars heel veel gehoor hebben gegeven aan onze oproep vorige week om het fake Instagram-profiel van Gert Verheijen aan te kaarten. De man zelf was er ook heel content mee, liet hij weten via WhatsApp. Ja, is dicht. Ja. Hij was er heel tevreden mee. En nog beter dan een pluimpje voor ons, onze eerste aflevering is correctieloos verlopen. Ja. Hoi. Amai. Ja. Dan had ik beter moeten luisteren. 2020 moet niet gekker worden, nee, eigenlijk ik, wel. Ja. We zijn eigenlijk geweldig begonnen. Ja. Zeg, los van correcties en zo, hebben wij geen extra nieuws. Ik weet niet, wat moet er verteld worden? Ah, ik weet niet. Is er met u zo niks gebeurd de laatste week? Ik zeg het maar zelf. Ik ga chef echte chef vervoegen in het rijk van chef echte chef. Ja. En terwijl Gert eigenlijk zei meer krant en online, ga ik meer puur online doen. Ja. En hoe en wat, dat gaan we wel nog allemaal een beetje moeten uitvoeren verder. Maar eigenlijk moet hij gewoon nu luisteren naar ons alle twee, Lars. Ja. En het is ook wel leuk, want... Nee, het is pijnlijk. Ja, maar Lars, als de trend zich voortzet, elk seizoen een extra chef in podcast, in Shotcast... Ja, maar misschien moeten we een oproepje doen naar de luisteraars. Verzin mij een chef een titel, alsjeblieft. En het mag belachelijk zijn. Ik vind het wel geweldig dat Gert en ik eigenlijk al automatisch aan dezelfde kant van de tafel zijn gaan zitten. En jij alleen aan de overkant. Ja, ik zit hier voor tribunaal, hè. Ja, precies wel, eigenlijk. Ik zal mij gedragen, hoor. Oké, dat is goed. Goed, genoeg is even. Eigenlijk ga ik hier over voetbal beginnen. Waar het niet dat we eerst onze vrienden van Biewen even in de picture gaan zetten? Als onze sponsor, hè. De jongens die hebben ook... Zeg niet sponsor, zeg vrienden. Zeg vrienden, Biewen zijn vrienden, ja. En ze hebben ook als bettingpartner van de Pro League nu een vast blokje op tv, hè. In tegenstelling tot de mannen van Jupiler, die het buitenspel en de penalty aan het doorgronden waren, krijgen nu zo'n flashy, heel korte, duidelijke boodschap. Biewen, bettingpartner van de Pro League en van Eleven Sports. Veel beter eigenlijk dan die 2 arme drommels die je best zo snel mogelijk vergeten. Wat zou daarmee gebeuren? Liggen die nu op de bodem van het schild met een blok beton aan hun voeten? Of zo? Voor iemand moet het toch genoeg geweest. Waarschijnlijk wel, maar die gaan nog ergens terugkeren in een of andere gekke commercial en dan gaan we weer eigenlijk allemaal wat voor de kop slaan. Of bij Jambers, dat kan ook. Sowieso. Nee, goed. Wat hebben jullie gezien of gedaan deze week? En ik denk dat dat voor iedereen wel hetzelfde zal zijn, namelijk... Er is hier een chronisch gebrek aan voetbaljournalisten, dus we hebben het voetbal niet gevolgd in het stadion. Heel interessant eigenlijk voor de voetbalpodcast. Waar, maar we hebben allemaal gekeken natuurlijk. Hè. En ik was een van de gelukkigen die eigenlijk al jaren een Proximus-abonnement heeft, dus voor mij is er weinig veranderd. Maar jullie hadden meer problemen. Ja, eigenlijk wel. Hè. Ja, ik heb een Telenet-abonnement en ik ben pas zaterdag teruggekeerd van vakantie. Uiteraard. Echt blijven benadrukken hoeveel vakantie je er hebt. Van de reis, de vakantie heb ik nog, van mijn reis. En ik had dus nog geen pas van Eleven aangekocht, omdat ik dacht, het zal wel goed komen tegen dit weekend.
En dan heb ik het wat gevolgd, zoals de meeste voetbalfans in België het moeten doen. Hè. Dus zonder Eleven, zonder Telenet in mijn geval, zonder Eleven. En ook zonder samenvattingen op tv, de Vlaamse tv. Dus die heb ik mij gewend tot RTBF voor de samenvattingen. Wat wel anders is, want die duren daar veel korter dan bij ons op Sports Late Night. Ja, dat is veel gebalder. Allemaal. Sports Late Night was ongeveer 8 minuten voor een topmatch. Maar is dat contractueel bepaald ook? Dat uw samenvattingen echt maximaal 8 minuten... Ja. Allee, het was in ieder geval... Ik had het gevoel... Of misschien de samenvatting zelf niet gebalder, maar het programma, het geheel, was veel korter gebalder. Mm. Alleen wel na elke wedstrijd reclame. Maar ja, maar de samenvattingen die ook via YouTube beschikbaar gingen zijn, via het kanaal van Eleven Sports, was redelijk laat. Hè? Ja, zaterdag 2:00 voor 12:00. Ja, gisteren bijvoorbeeld, toen Studio Food op RTBF begon, keek ik van, is het er al op YouTube bij Eleven? En het was er nog niet, dus heb ik Studio Food gekeken. Ja. Mm. Ja. Okay. Lars, jij was een van de gelukkigen die een Samsung TV heeft. Of, Ja, allee, gelukkig is natuurlijk nog te bekijken. Want laat mij zo zeggen, met de applicatie van Eleven Sports op een Samsung Smart TV, daar waren nog wel wat kinderziektes, om het braaf te zeggen. Dat woord gebruiken ze zo graag op de eerste speeldag. Ja, er zijn nog wat kinderziektes. Het marcheerde gewoon eigenlijk niet. Ik heb het geprobeerd en dat ding wou niet laden. Ik had een 11 maand pas aangekocht. Ja. En dan mijn laptop opengezet, HDMI-kabeltje getrokken, een beetje gedoe, maar dat aan zich... Allee, het viel wel mee. Maar uiteindelijk dus een kwartier, een half uur zitten sleuren, vloeken. Ja, vloeken wel, ja. Vloeken, ja, uiteindelijk lukt het. En Eureka, dan krijg je daar Club Brugge-Charleroi. En van die match vind je wat? Ik vond het mager. Ja, het mager ook in al zijn facetten. De beloning voor al je technisch werk was klein. Ja, helemaal. Het was saai. Ja, het was... En, ja, ik weet niet, het was weer te traag, het was weer te statisch langs clubkant. Maar, en dan ook die beleving. We hebben Premier League gezien, we hebben Bundesliga gezien, je hebt dat achtergrondgeluid. Bij de bekerfinale hebben ze dat ook even gedaan, maar nu was er niks. En dan merkte toch hoe snel dat je eraan al gewend geraakt bent. Ja, sowieso. En zeker omdat er ondertussen ook Champions League gespeeld wordt. Waar het wel gebeurde. Mm-hmm. En dan hebben we in België nu alweer een nieuw modewoord. Zijn de intensiteit, en dat komt omdat er heel korte voorbereiding geweest is, het heel warm is, dat er dan een gebrek aan intensiteit is, want je ziet wel mensen op de juiste positie lopen, je ziet wel mensen de juiste loopacties maken, maar in plaats dat aan een 110% gebeurt aan een 80% van zo van, de trainer zegt dat ik van punt A naar B moet lopen, maar zelf geloof ik er eigenlijk niet, of wil ik die bal niet hebben. Maar zou dat ook niet gebrek aan publiek, denk ik? Intensiteit, ja, de reden waarom dat er niet is, ik zei hitte, maar publiek zal er zeker iets mee te maken hebben. En dat zal gewoon nog de komende weken het modewoord zijn, zoals driemansverdediging dat geweest is, zoals diepgang dat geweest is, zoals de 45 dat even geweest is. Beschikbaarheid. Zo al die modewoorden. En het modewoord van nu zal die intensiteit zijn. En voor Club Brugge, ja, zal dat ook een excuus zijn om een mindere periode die er geweest is en misschien nog zit aan te komen weg te hebben, in plaats van te zeggen dat ze er wel een hold-up heeft gehad, wat eigenlijk een gigantisch overdreven. Dat vond ik nu ook niet zo heel... Ik vind Philippe Clement, doorsnee gezien, vind ik die wel altijd vrij correct in zijn analyses en vrij eerlijk. Maar hold op, met zijn termen moet hij toch een beetje opletten, vind ik. Het was de eerste keer dat ik hem zo'n beetje uit zijn rol wilde vallen. Ook, en ik denk dat het... Ik versta dat hij enigszins gefrustreerd is, omdat inderdaad ze hebben 90 minuten lang het initiatief genomen zonder echt gigantische druk of 10 kansen te hebben. Dus ik begrijp wel dat dan een beetje steekt, dat je uiteindelijk 0-1 verliest. Maar om nu te zeggen dat Charleroi niet gegroeid is in de wedstrijd, dat vond ik nu ook niet, hoor. Want ergens voelde het bijna aankomen dat je denkt van, ja, je neemt meer risico, er komt meer ruimte. En als er één ploeg is dat er wel raad mee weet, is het wel Charleroi. Ja. Dus hold up. Gert ging iets heel verstandigs daarop zeggen. Niet over die hold-up, over Club Brugge. Niet verstandigs, dacht ik. Over Club Brugge in het algemeen eigenlijk. Het verrast mij eigenlijk dat zij nu al 2 keer op rij verliezen. Maar als je er... Ik had dat niet zien aankomen. Ik dacht, die zijn alomtegenwoordig, die zijn super oppermachtig. Maar net daarom, in retrospect, is het ook niet verrassend. Want die spelers denken ook zo. Heel de wereld zegt al 4 maanden aan een stuk, Club Brugge oppermachtig, bla bla bla. Ik denk, die zitten een beetje te comfortabel in hun stoel. Als dat lang genoeg herhaald wordt, gaat het al beginnen geloven. En dan denk je dat het op 80% ook wel kan. Exact. Maar nu, om heel kort ja-nee te zijn, Club Brugge nog steeds titelfavoriet, Lars? Ja, natuurlijk. Ja.
Ja, ik ook. Dat gaan we niet na één dag. Allee, of na twee neer. Nee. Vooral ook omdat alle concurrenten zo... Hebben ook niet overtuigd. Gezichten heb ik nee, maar ik had het niet zien aankomen. Nee, dat is waar. Allee, achteraf en, bekeken is het niet onlogisch. Ja, plus ja, we waren erover bezig van... Ja, het was een beetje maartjes de beloning voor al uw technische werk dat je geleverd hebt die match. Ook het feit dat de sfeer is natuurlijk totaal anders zonder dat publiek. Hè. En of nu daar was, of op Staaien, of op Sclessin. Mm-hmm. Ja, er was weinig aan op die manier. Absoluut. En ik denk dat het... voor Club Brugge nog net dat tikkeltje extra is dan bijvoorbeeld Staaien of Sclessin nu toch niet? SCV, om maar iets te noemen. Sclessin absoluut niet. Maar ik denk dat Club, ja, normaal gezien, zo net ietsje meer kracht kan putten uit. Je mag dat ook niet onderschatten. Er zit 25.000 mannen. Ja. En geen 7 of 10.000 mannen. Ik denk dat dat wel, dat ook een paar percentjes kan maken. Ja. Maar ze gaan er toch een gedacht van moeten maken, want ik denk niet dat dat tegen speeldag 7 opgelost is. Nee, dat is waar. Mag ik trouwens zeggen dat we nog nooit zoveel deskundige wijsheid over voetbal hebben gedeeld in de eerste 10 minuten van de shotcast vandaag? Het is vroeg op het seizoen, we hebben nog veel inzichten. Ja, wat daar de luisteraar maar over We denken dat we nog alles weten, maar dat komt omdat we geen correcties hebben gehad vorige week. Natuurlijk, we voelen ons weer de koning te rijden. Wat ik wel nog even wil zeggen, we zijn over Club Brugge bezig en dat het daar niet draait zoals het moet. Wel, het is vroeg, maar ik wil ook wel even een bloemetje naar Morioka gooien. Want Mechelen gaat dan wel gruwelijk in de fout, maar het is wel nog verder dat hij moest gaan. Nee. En knap afgewerkt, ja, links tegen Mignolet. Nou. Ook zijn positie, want Bellocin had hem een beetje naar een soort Pirlo-rol gebracht. Van een, trainer van Juventus. Morioka, trainer van Juventus, volgende week aankondiging. Je hoorde het eerst hier. Ja. Dat hij zo wat meer van op de zes eigenlijk het spel moest verdelen. Mm-hmm. Nu werd hij weer een lijn hoger gezet. In balverlies stond hij zelfs naast Nicholson om daar hoogdruk te zetten. Mm-hmm. En dat ging eigenlijk super... makkelijk, die overgang. Gillet achter hem heeft ze al zonder morgen ook gedaan. Wel belangrijk, denk ik. Het enige waar ik een klein beetje van verschoten was, dat Morioka, die al zo lang in België speelt, die daarvoor een verleden heeft in Zwitserland, denk ik. Ja, Oostenrijk of Zwitserland. Bern. Youngboys Bern, ja, komt hij niet van daar. Ja, in Zwitserland dus. Ja. Maar Lars, die opmerking moet corrigeren. Dat is wel pijnlijk, eigenlijk. Puntje bij het UEFA. Het zal hier niet al lang duren voor we weer met drie bazen zitten. Ja. Ah, wel, ik vond dat wel in het postmatch-interview... wel schrijnend hoe slecht dat hij in Engels sprak. Ik weet niet of dat de zenuw was of niet, maar dat was echt pijnlijk slecht. Hè. Oei, ik heb het niet gezien. Nee, wel, ja. Maar ja, tuurlijk niet. Ik ben de enige die een goede verbinding had, dus ik kon het pas Ik kon het in principe wel zien, maar ik heb het... Nee, ja. Nee, oké, ça va. Nog wat werk aan de winkel dan. Ja. Genoeg serieuze voor voetbal gepraat. We gaan terug wat zeveren, want we hebben de technische kant van de nieuwe zender geanalyseerd. Maar ook, je kijkt naar het inhoudelijke, hè? Bijvoorbeeld, wat heeft Eleven goed gedaan in vergelijking met de voorganger? Wat was er geestig? Wat zal er blijven? Wat moet er blijven? Wat meest opvalt, of wat de grootste stijlbreuk is die een bureau, die een desk in de middenstip. Dat is de Proximus manier van aanpak. Dus, staan die niet op kant? Ja, op kant. Oké, maar... Ja, ik vind dat nu... Ik was me aan het afvragen, hoe lang gaat het duren... voordat Gilles de Bilde een bal tegen zijn kop krijgt. Maar ik denk dat die middenstip iets eenmalig was, hè? Want bij STVV was dat niet meer het geval. En de dag nadien bij Malinois ook al niet meer. Dus ik denk dat dat gewoon puur voor die allereerste match was. Want inderdaad, een kwartier voor aftrap moesten ze plotseling die hele desk wegzetten, omdat er afgetrapt ging worden. Ja. En dan kwam plotseling de leiding van de overgang, nu gaan we naar daar, in handen van Hunter van Dandenhoven, die een vliegende reporter is en die... Ja, is ook een beetje nerveus. Helemaal geschikt is misschien voor die rol. Dat vond ik wel een beetje het verwarrende. Ik wist zo niet goed wat nu het centrale punt was. Ja. Dus in de studio bij PlaySport, ik wil... dat is weer subiet vergeten zeggen. We zijn er nogal licht over gegaan, maar fuck you, Telenet. Echt waar? Ja, nee. Ik sta erop van het nog eens te zeggen. Hoe dat die hun klanten in de steek hebben gelaten voor die eerste speeldag. Ik kan er niet mee om. Toen dat de lockdown inging, alle competities afgeschaft. Lars start hem weten, denk ik. Ja, maar sowieso hoor. Korting, nul. We kregen wel sportprogramma's uit de jaren 90 met Mark Uiterhoeven en zo. Want hey, wat een rijk aanbod. Ja, amai, applaus op alle banken. En dan nu zo,
je kop in het zand steken, je, klanten in de steek laten. Dat is nu het niveau van ironie dat de luisteraars van Shotcast verwachten. Ja, nee, maar dus, ik denk dat ik voor veel mensen spreek, hoor. En vrije zei het vorige week van de mensen vergeten rap en vergeten alles. Ja. Want dat wil daarom niet zeggen dat ze niet kwaad mogen zijn. Nee, sowieso. Dus maar, ik hoop oprecht dat het nog in orde komt, hè, maar ik ben eigenlijk echt teleurgesteld. Nee, ça va, goed. Ja. Ik ben wel fan van de kleine statistiekjes die Eleven erin probeert krijgen of te sluipen. Het punt is wel, van ze moeten nog een beetje link hebben met moet dat in vergelijking kunnen plaatsen, want anders zegt dat weinig. Of 45 succesvolle passes, is dat nu veel, is dat nu weinig? Veel mensen weten dat niet. Mm-hmm. En ook zo in een heatmap na 70 minuten van de voltallige ploeg, klein beetje nutteloos, want ondertussen heb je overal wel gelopen op dat punt van die wedstrijd. In Neersnel vond ik het wel nog handig, dan hadden ze bij Emmanuel Dennis, om echt zo te laten zien dat hem echt wel oprecht stond. Ja. En dat konden we wel heel goed zien, maar inderdaad, na verloop van tijd, en zeker voor één ploeg, zakte de meerwaarde van dat heatmapje wel een beetje. Maar aan zich, er zit wel, zit wel muziek in. Mee, ja, sowieso. Ja. Ik vond ook wel de reclamekes wijs, want hoe snel ik die van Jupiler beu was, hoe geweldig vind ik die reclame van Patek's eigenlijk. Oh, die ben ik al beu, hoor. Maar het is ook gewoon omdat ik redelijk veel heb gekeken en dan krijg je dat om de drie kwartier. Zoals die van Jupiler. Ja, dus het wordt nog een lang seizoen. Ja. Geen spijkersgebrek, Patek. Ik vind het geweldig slogan eigenlijk. Durf het doen met lijm in plaats van keihard te spijken. Nee, Lars, heb je nog iets anders gedaan eigenlijk dan het voetbal gezien dat we straks bij de MV's gaan analyseren? Ja, gisteren gewerkt en ik moet zeggen, het was... ik ga niet zeggen, het is lang geleden dat ik gewerkt heb, maar het was lang geleden dat ze nog eens een vintage zondag was. Ja. Een echte sport. Ja, inderdaad. Milan-San Remo, Ronde van Polen, Formule 1. Alles erop en eraan. Enkel basket en volle bal zijn nog niet begonnen, denk ik. Dus dat was wel een keer fijn, maar dan... Ja, het was van thuis te doen en dat terug even een klik maken. Ook na die 5 maanden dat we dat nu al doen, is dat toch even apart. Want meestal grote tv's op de redactie kunnen een beetje zeveren en overleggen met de collega's. En dan gaat een tijd wel rap vooruit. En nu was dat ze thuis in het bureau, dat je mist wel de vibe of zo die er... Ik moet eerlijk zeggen, de intensiteit. Ik ben het ook wel een beetje te missen. Ja, voor de vakantie was ik vertrokken op... Welke van de vijf? Ik was vertrokken met gedacht, dit was mijn laatste werkdag van thuis uit. Ja. Na de vakantie zijn we terug allemaal op de redactie aan het werken, maar dat is dus door die... Nieuwe... Hoe kun jij dat nu weten? Want jij leest je mails niet. Ja, maar... Dus jij weet niet wat er intern gemaild is door Mediahuis. Maar het is me dus al wel duidelijk dat... Je bent trouwens ontslagen dat je die mail van eind juli hebt. Dat ik maandag terug van thuis moet werken. Allee, ik ben het wel... Het leven kan zwaar zijn. Het is wel eens tof, van thuis werken, maar ik ben het wel wat beu. Ja. Oké, okay, goed. Gert, wat heb jij nog gedaan van het weekend? Nog iets anders dan Belgische voetbal? Ik heb het Champions League voetbal een beetje gevolgd. Ik kon mij er zo moeilijk voor opladen, eerlijk gezegd. Terwijl ik normaal dinsdag of woensdag altijd keihard er naar uitkijk. Waarom dan? Want als je nu City Real hebt, is het toch een droomaffiche? Sowieso, ik hou super raar. Ik hou super veel van de Champions League. Maar nu had ik zoiets van, goh, dat valt toch eigenlijk wel slecht, hè? Ik weet het niet. Ik deel de mening niet, maar ik... Ja, vrijdag en zaterdag, klopt. Hè. Champions League, vrijdag was het City Real. City Real dan op tv. Zaterdag was het dan Barcelona tegen Napoli op tv. Ja. En wat wel opvallend was, ik denk dat dit de eerste en enige competitie in voetbal ooit is, dat er al op één en dezelfde dag, zaterdag dus, wedstrijden waren van de nieuwe editie, dus die van seizoen 2020-2021, als die van vorig seizoen. Is dat echt, ja? Ja, dus de voorronde, er zijn al voorronde wedstrijden gespeeld. Het is nu niet dat ze overlappen, de kampioen van Liechtenstein. De kampioen van de 4 laagst geclasseerde landen hebben al werken nu in Nyon een competitie af met halve finales en finale, waarvan er één naar de echte voorronde gaat. En wel over welke 4 clubs hebben we? Dat wil ik nu ook wel weten. Trefiori uit San Marino verloor van Linfield, Noord-Ierland. Noord-Ierland, ja. Linfield FC. En KF Drita uit... Drita? Estland? Kosovo. Die hebben gewonnen van de Andorese kampioen Interclub Descaldes. De Andorese kampioen. Dus nu morgen vechten Linfield en Drita het uit in een finale in Nyon om naar de echte voorronde te gaan. Dus dan komen er nog maar in de... Zij komen in de tweede voorronde van het kampioenensport. Ah, oké.
Het maar, kampioen. Want dit is officieel toch de preliminary qualification round. Ja, ja. En dat is elk jaar? Of is dat... Het is nog maar een jaar of twee of zo. Ja, jaar of twee, drie. Dat dat zo'n toernooi is, is ook nu door corona. Hè. Zonder terugmatchen en zo. Ah, dat ook wel. Alles in maar die preliminary round die bestaat even. Hè. Ja. Dat hebben ze niet op Proximus. Hè. En op Tillen het zeker. Maar dus niet. De echte matchen werden ook... Allee, de ja. Achtste finales, hè, dus ook de die andere matchen zijn veel interessanter. De terugwedstrijden van de achtste finales moesten nog gespeeld worden van de woensdagwedstrijden van toen in maart, toen er op dinsdag nog gespeeld is en op woensdag niet meer. Dus daar zijn eigenlijk de verrassendste, het verrassendste was dat Juventus is uitgeschakeld door Lyon. Verder zijn alle logica gerespecteerd met Barcelona, City en Bayern München die zijn doorgegaan. Mm. Ja, okay. Bedankt voor deze heldere analyse. We gaan zijn kennis een beetje testen. Hè. Ah, we... Maar ja, we... En iets voorbereid of zo? Nee, maar... Ja, ik weet niet. Een paar vraagjes afvuren of zo, vind ik het te zien. Anders moeten we ons dilemmatjes een keer tegenover. Ah ja, van de wereldvermijde speedtapes. De speedtape-podcast van de koers is van ons. Ja. Die de mensen nog altijd kunnen beluisteren, want het is tijdloos. Eigenlijk nog altijd actueel. Mabe featuring Godeu project. Ik dacht eerder gewoon de dilemmatjes die we tijdens de lockdown hebben gedaan. Ja, als we reclame kunnen maken voor de wielerpodcast, moeten we het niet laten. Okay, dat is waar. En er wat dilemmatjes in uw hoofd? De Bruinen of Hazard? Ja, als we over dit weekend spreken, sowieso Kevin de Bruinen. Want, nee. Nee, je moet het in het teken van de Champions League beschouwen. Ja, dan ook. Ja, sowieso, ja. Als we het over dit seizoen hebben, dan ook. Ja. Ik heb vrijdag een beetje gevolgd, maar Hazard niet gevonden. Ik denk dat Hazard, echt waar, volgens mij... Niet fit is. Ook al, maar ik denk dat hem geen twee voorwaartse acties gedaan heeft in heel de wedstrijd. Over naar de statistieken, zou ik zeggen. Maar ik heb ze niet bij de hand. Ik heb het ook niet opgezocht. Maar het is zo'n beetje een natte vinger. Hij heeft zelf gekeken. Hè, dat is altijd... Maar misschien dat ik eens even naar het toilet was en een gemist heb. Maar dan heeft hij drie mega kansen gekregen. Dat is echt zot. Ik zal ik eentje doen. Messi of Lewandowski? Want die staan tegenover elkaar in de kwartfinale. Ja, op dit moment kies ik voor Lewandowski. Lars Hokje, hoeveel goals dat hem al gemaakt heeft dit seizoen? 44 officiële partijen? Ja, het was meer dan zijn officiële partij, dus hij zit al meer dan 50 of zo. 53. 52. 52. Puntje bij voor chef, echt chef. 53? Hij zei 53, dus dat is niet echt puntje bij dan, hè. Want dat is ook fout. Allee. Nee, het is 53. Misschien het doelpunt van het weekend nog niet meer. Het is 53. Dat kan, ja. Dus puntje af voor chef... Dan staat er vandaag een klein foutje in het nieuwsblad. Chef nummer 2. Alleen de laatste, Pirlo of Sarri? Gingen we nog een beetje de Ballon d'Or discussie over Lewandowski? Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Nee, want ik vroeg Pirlo of Sarri. Als voetballer of als trainer? Gewoon in de context week, van de Champions League. Hoe moeilijk kan dat zijn om die opgave te begrijpen? Ik kan Pirlo nog niet inschatten, dus Sarri, ook al heeft hij verloren. Het is wel de eerste keer opvallend, hè? Eerste keer in 10 jaar dat Ronaldo geen kwartfinales haalt in de Champions League. Ja, maar ja. Dat moet je in 10 jaar. Ik heb een statistiekje vanmorgen gelezen op die Facebookpagina van Sport Bible. Je wil bekendnis. 1,5% van alle goals die al in de Champions League gemaakt zijn, werd door Ronaldo gemaakt. Zou dat kloppen? Wow, vanaf 1993. Die zit echt wel al aan... Hoeveel heet er aan nu? Overdonderd of zo, denk ik. Ja, en de Champions League bestaat 30 jaar ongeveer, 28 jaar. We gaan dan een keer uitrekenen tegen volgende dus week. 28 jaar, en dus hoeveel goals heeft hij er? 100. Wat meer, denk ik soms. 117 of zo, ik weet het niet. Ik ga het eens opzoeken. Ik wil gewoon eens weten of dat het klopt. Dus de vraag Pirlo of Sarri, die stellen jullie omdat Pirlo... De volger is van Sarri bij Juventus. Hij gaat nogal eens rap deuren. Ja, toch opvallend. Maar ik vind het een opvallende... De man Sarri wordt eerst kampioen en een week later... Dat is het klassieke fenomeen van goede speler zal wel goede trainer zijn, dus ze stellen hem aan. En niets tegenover Pirlo of zo, hè. Maar hij is letterlijk op 31 juli aangesteld in zijn eerste coachjob, zijn de belofte coach van Juventus. En zonder waarschijnlijk nog maar een training afgewerkt te hebben, want ze zitten daar ook even wel in een rustpauze. Wordt hij nu plotseling al doorgeschoven naar eigenlijk een ploeg die hoopt de Champions League te winnen. Dus een potentiële nummer 1 van de wereld volgend seizoen. Wat eigenlijk hallucinant is eigenlijk. Tenzij dat Pirlo gigantisch een indruk heeft gemaakt in sollicitatiegesprekken, in trainersdingen, al in het algemeen die hij voorlegt aan Juventus, maar dan kan ik mij moeilijk... Op 10 dagen zijn promotie, daar kunnen we nog iets van leren eigenlijk. daar kunnen we alle twee iets van leren. Maar is dat echt... Ik laat het een voorbeeld zijn, Lars. Allee, 10 dagen vanaf nu. Bij Pirlo vind ik het wel nog opvallender, omdat hij inderdaad
zomaar in het bad gegooid wordt. Je kunt bijvoorbeeld wel zeggen, destijds Jan Keulemans bij Club Brugge, dat daar zo terugkomt. Ja, nee, maar ik bedoel maar, die was wel via Engel Münster en Westerlo de beker gewonnen. Die had wel al iets bewezen. Nu is dat inderdaad gewoon, ja, jij komt tegen een bal stampen, allee, doe maar. Ja. Hadden we dan met Zidane eigenlijk ook niet? Ja, Zidane is ook heel snel doorgekomen. Xavi had al coach van Barcelona kunnen zijn, maar die zit nu in Qatar nog even te doen. Maar ja, de allergrootste spelers die coach willen worden, die krijgen voorrang tussen aanhalingstekens. Dus ook omdat management van een kleedkamer wordt even belangrijk beschouwd als een hele filosofie bijna. Mm-hmm. En dat is niet altijd de juiste aanpak, denk ik. People management. Ja. Zo, nog iets over de Champions League, Gert? Want ik zie je zo gekke gebaren met je armen maken eigenlijk. Nee, zo heb je last van de zon, jongen? Van deze week opnieuw spektakel in de Champions League. Hè, met 4 dagen. Ah, wil de kalender nieuw leven. 4 dagen op voetbal. Geef het snel een keer mee dan. Woensdag gaat dan PSG, donderdag Leipzig Atletico, vrijdag Barcelona Bayern en zaterdag City Lyon. En niet onbelangrijk. Niet vergeten, dinsdag Drita tegen Linfield. Ah, oké, goed. En allemaal 1 wedstrijd direct in de knock-out. Ja, inderdaad. Voilà, kijk. Dat staat dan mooi weer op de tape. Over naar het volgende. Shotcast. De MV van de week of van het weekend. De rubriek waarin we wekelijks iemand in de bloemetjes willen zetten of net dat kleine extra duwtje geven waardoor hij of zij helemaal van de trap valt. En ik zal zelf de spits afbijten en een enigma presenteren. Goh, dat is pas baas en we gaan met woorden beginnen. Allee, zeg het eens. Een speler van STVV, schier onbekende Barbossa eigenlijk. Hadden jullie al gehoord van de naam van de speler? Ja, dat is 2 cafés verder dan de Palieter is er een café, dat heet Barbossa. Maar verder, ik wist niet dat het een speler van STVV was. Gert, jij er al van gehoord? Dan maak nu geen Pirates of the Caribbean referentie of zo. Nee. Okay, goed. Ik had er zelf ook nog niets van gehoord. En ik heb heel die voetbalgids gemaakt, dus ik dacht van, dat is toch wel raar. Dat nergens in die fiches is die verschenen. Dus Barbossa, Dan heb ik ook een probleem. Je hebt die voetbalgids nagedacht. Ja, dus ik tik in Barbossa, STVV. Allee, wie is dat in godsnaam? Kom ik plotseling eigenlijk terecht bij Johnny Lucas. Johnny Lucas is al sinds 2019 lid van Sint-Truiden en de volledige naam van Johnny Lucas is Johnny Lucas X Barbossa. Dat is zijn vierde naam, zowel wat gangbaar is bij Brazilianen. En, ze zijn een voetbalnaam dan of zo? Ja, dat is gewoon zijn... dat ze hebben, hè? Maar het is effectief gewoon vierde deel van zijn naam. Oh, okay. Dus het is niet bijvoorbeeld zoals Ronaldinho, Ronaldo de Assis Moreira is en dat al Ronaldinho geworden is. Zijn dat doet hem weer geren, hè? Ja, nee, ga verder. Maar dus Johnny Lucas. En Johnny Lucas is dus in 2019 overgekomen van Parane Clube uit Brazilië. En het gekke is eigenlijk, Johnny Lucas is de all-time recordtransfer van STVV, die nu eigenlijk gisteren pas gedebuteerd heeft. En wat is... Is die Vietnamese Messi daar? Kyung-Pyong Nguyen. Je neemt me de woorden uit de mond. Nee, hij is de recordtransfer. Hij kost maar liefst 2,5 miljoen euro. Hij heeft hem 2 jaar. Is hij nu pas toe aan zijn eerste wedstrijd. Voilà. Dus ik vraag me af wat het verhaal daarachter is. Want bij Moes Kroen hebben we wel een paar keer een moment gehad dat er een speler voor heel veel werd ingekocht voor een andere ploeg. Werd dan uitgeleend aan een andere ploeg. Heeft nooit voor Moes Kroen gespeeld. Maar wat het verhaal is... Lommel ook nu gedaan heeft Lommel eigenlijk ook met die Bulgaren. Die sowieso. Dan... Wat nu eigenlijk het verhaal is van die John de Lucas, dat zou ik wel graag eens willen uitpluizen tegen volgende week. Want 2,5 miljoen euro, nu pas zijn eerste match. En uiteindelijk niet zo slecht gedaan. Wel een beetje zenuwachtig, dus... want hij maakte daar meteen een gevaarlijke overtreding aan de rand van de 16. Maar heeft dan ook bijna nog Kaminski verslagen met een goal uiteindelijk. Dus even recapituleren. Het is deze week uw man van de week, maar je gaat pas tegen volgende week uitzoeken wat het verhaal achterin is. Ja, maar je moet dat een beetje teasen. Hè. Ik leg het nu uit, volgende week. Omdat hij een enig maar is, Gert. ik was gisteren wel aan het werken, dus ik had dan niet tijd om daar even zo voor rond te bellen, Gert. Maar eigenlijk, van STVV gesproken, die hebben mij aangenomen verrast. Ja. Ik had dat echt niet over liegen, mijn verwachtingen lagen. Dat is altijd zo. Echt wel laag, maar leuke ploeg. STVV is ook heel vaak goed in zo die openingsspeelden. Ik herinner mij nog een keer een STVV Club Brugge, het eerste jaar dat ze er in de Pro League waren. Guido Breepoels. Yannick Ferreira. Ah, okay. En het was Boli,
Ed Middelson stond toen vooraan. Ja, ja. En ik mis nog een goede centrale middenvelder. Kom nu niet op zijn naam. Maar toen hebben ze ook gewonnen tegen Club Brugge. En nu, gisteren, was een beetje hetzelfde eigenlijk. Hè. En het is wel straf, want STGV is gewoon al 2 jaar op rij al zijn sterkhouders kwijt. Had 2 jaar geleden Tomiyasu bijvoorbeeld, die vertrokken is. Van dit jaar De Bruin, Botaka, ook niet 2 onbelangrijke spelers voor STGV. En toch slagen ze er altijd in, met onbekende namen, onbekende trainers nu, om toch weer iets neer te zetten. En dat vind ik eigenlijk wel vreselijk. Ja, en ook gewoon de manier waarop begon altijd heel van achteruit. Ik denk, ik heb Steppen heel weinig ballen zien... Wegtrappen. Langtrappen of wegtrappen, om het zo te zeggen. Dat was altijd... Dat de aanvallers zijn ook 1,20 meter groot of zo. Ja, dat wel, maar dan nog moet het maar kunnen ook. En dat ging wel heel vlot, want je hebt wel soms veel ploegen die zeggen, we gaan verzorgd van achteruit voetballen. En ja, vanaf het moment dat ze... ietsje verder is en dan vliegt die een bal weer ergens naartoe. Maar flankwissels, ik vond er zat vaart in. Die omschakeling was ook echt altijd heel goed. En de leukste, ik weet niet of dat gewoon zijn naam is, maar die Lee, dat is ingevallen. Dat vind ik echt een fijne shot. Die was er vorig jaar ook al, hè? Ja, maar ik zeg het... Lee Song Woo. Ja, ik zeg het met Sintra. Ik ben echt goede namen vandaag. Met Sintra, dat heb ik heel weinig. Maar, dus nu, hoe dat ik die zag invallen, die bracht zoiets extra. En... Gent was natuurlijk ook niet... Ja. Ik vond de beste van SCV trouwens Chris Durkin op middenveld, die ook vorig jaar die er was. Die was er ook al, hè? Ja, inderdaad. Maar die is echt veel geëvolueerd. Echt, ja. Echt een hele moderne wijze middenvelder. Ja. Maar Gent... Dat was het niet. Ook vaststelling, alle nieuwkomers stond er niemand in de basis. Dat vond ik wel inderdaad heel opvallend. Uiteindelijk niet, omdat de grote vraag is niet over die transferzomer van Gent. Van kwantitatief is het... dik oké geweest, perfect. Mm-hmm. En het zijn ook versterkingen in de breedte, maar op dit moment, een Botakke op training toont hij niet waarom dat hij erin moet boven Castromontes. Mm-hmm. Ondanks dat Castromontes lang niet zijn beste wedstrijd gespeeld heeft zondag. Nourio is nu wel licht geblesseerd, maar die steekt er ook nog niet gigantisch bovenuit bij Mohammadi. Dorsch is een backup voor origineel de 6-positie Owusu, maar kan ook zijn voor Ojija en Kums. En dat is geen, geen schaamte of zo, dat je er niet meteen uitspeelt. Kan gebeuren. Kleindienst, die is binnengekomen met mijn blessure. Die gaat ook niet meteen Jaremchuk of de Poitre eruit doen. Arslan Agic is sowieso de backup verdediger. En dan mis ik wel nog een paar naam. Parmentier, jonge gast. Alexander De Bruin. Hij was geblesseerd, die ging wel starten eigenlijk. Hè? Maar dan heb je nog steeds... Is Alexander De Bruin nog zoveel beter dan Bezous? Zoveel beter dan Chakvetadze? Chakvetadze, dat nog wel problematisch kan worden. En vooral zijn ze zoveel beter dan Jonathan David. Ja. En dat is sowieso niet zo. Daar kunnen we natuurlijk niet omheen. Hè. Het is een beetje de week van onze Jonathan geweest. Klopt, ja. Nee, het is nu officieel... Het is in kannen en kruiken, hebben wij... in onze zaterdagkrant in het nieuwsblad. Allee, wij hebben jij geschreven. Dus ik vraag me dat dan altijd af, want ik ben eindredacteur, dus niet echt actief met dat nieuws bezig. Hoe weet jij dat? Ik moet hier al mijn bronnen prijzen. Nee, niet bronnen, maar laat het ons in het algemeen bespreken. Ik vind dat altijd fascinerend dat wij zo afkomen met een transferbericht en dan denk ik zo van... Heb je een bericht gehad van een makelaar? Waar heb je iets gehoord? Hoe weet je dat klopt? Hoe checkte dat? Allee, ik wil je dat allemaal wel eens weten. Naar mijn bronnen in een andere verwoording. Dus. Nee, je moet geen namen noemen, maar je kunt bijvoorbeeld hoe je iets te weten komt, is altijd anders. Hè? Ja, dat is wel altijd anders. Dat wel. Hoe ga ik dat hier vertellen? Hè? Zeker als je zo'n transfer hebt van land A naar land B. Logisch is dat journalisten uit land A... meest van de informatie halen uit, in dit geval, België, omdat ze de meeste affiniteit hebben met A-Gent. Dus mm-hmm. A-Gent-watchers, die horen die kant vaak. De Lille-watchers zullen die kant horen. En dat is geen kwestie van partij kiezen of zo. Hè. Het is niet omdat je die dingen hoort, dat je dat automatisch voor waar aanneemt. Maar je wordt nogal heel vaak... voor u de best bereikbare informatie is de informatie van de club die dat gevolgt. En nu... heb ik dat misschien een beetje doorbroken, want Agent heeft het ontkend dat het al in kannen en kruiken is. Mm-hmm. Nu, de basisbedragen die liggen vast. David legt vandaag medische test af bij Lille. Dus die deal komt er en gaat naar Lille. Over het eventuele doorverkooppercentage kan er misschien nog een klein beetje onderhandeld worden, maar dat zal nu ook weer niet plotseling 20% beginnen schelen. Mm-hmm. Maar die deal gaat er komen. En nu zal ik mijn informatie dus kunnen wel afleiden, niet uit Gentse hoek gehaald hebben, dan zal die van anders komen. Maar dus dan moeten die ook wel uiteraard dubbelchecken. Ja. Dat is dan in... Bij andere kanalen. Ja, oké. Okay, ja. Ik moet niet alles weten, maar ik vraag me dat dan altijd af. Want maar het is dubbel geverifieerd. Ik kan mij wel inbeelden dat je soms ook gewoon...
Allee, de kleut wordt afgetrokken. Ja, allee, dat het vervelendste is als mensen iedereen liegen. Heeft zijn belangen. Oh. Hè? Ja, dus en soms wordt er ook staalhard gelogen. Je hebt bepaalde bronnen waar je doorheen de jaren veel contact mee hebt. En dan weet je op den duur of dat ze liegen of niet. Mensen in het begin, in een eerste deel van een contact met makelaar, clubleider, speler zelf, dan is dat nog fragiel. Je weet niet of ze liegen. Maar als je 10 dingen hebt, als ik een bepaalde clubleider 10 dingen voorleg en alles wat hij over die 10 dingen zegt, blijkt achteraf waar te zijn, zonder dat hij mij iets meer vertelt, maar als hij gewoon bevestigt wat ik hem voorleg, dan kan ik weten, ja, je kunt er al meer op vertrouwen dan iemand dat je dat de eerste keer doet en die bij de tweede keer al staalhard liegt. Mm-hmm. En als van die 10 dingen maar 7 kloppen, wat doet u dan? Ja, je moet altijd dubbelchecken natuurlijk. Hè. Dus uw informatie komt ergens van. Dus dubbelcheck is er altijd. Je kunt nooit niet op die ene, dat weet jij ook, je kunt nooit niet op die ene baseren. Dat weet jij ook, maar, hè. Ja, nee, maar ik bedoel... Ik wou gewoon even advocaat van de duivel spelen. Bij sommige mensen weet je wel van, ze gaan het mij niet zelf komen vertellen vanuit een club, of vanuit entourage van een speler. Ze gaan mij niet komen zeggen van, ik ben nu bezig met AS Roma voor Jan Vertonghen. Mm. Ja. Maar als ik dan aan hem... Dit is een fictief voorbeeld, Maar als ik dan aan hem zou voorleggen, zeggen, ik heb gehoord AS Roma, als die dan zegt, als ze dan ja of nee zeggen, dan weet je het wel. Mm. Als dat mensen zijn waar je... Vaak al de goede ervaringen mee. Ja. Dus er wordt heel veel over geschreven. En er is nog heel veel dat over de transfer van Jonathan David geschreven kan worden. Er zal nog inkt vloeien. Ik heb eigenlijk nog 1 dingetje tussendoor. Ik heb het eigenlijk ook zelf eens moeten doen. Transfernieuws sprokkelen. In mijn opleiding journalistiek kreeg ik sportverslaggeving van... zeer gewaardeerde collega, of onze zeer gewaardeerde collega Bart Laga. Ja? En dat was dan van tijd zo'n keer. Het is vanavond Champions League, maakte verslag op deadline. Ja. We zijn dus mee geweest naar de Rode Duivels op de perstribune. En op een dag had hij het lumineuze idee van, volgende opdracht, transfernieuws. Maar dat is toch echt lumineus, want dat is nieuwsgaring. Dus ja, dat is, maar iedereen... belangrijker iedereen, zelfs dan een verslag. Ja, oké, maar de eerste reflex was... Hoe gaan we hier in godsnaam aan beginnen? Want maar je hebt geen... Als je 2 maanden later begint als voetbaljournalist, beginnen. Hè? Ja, tuurlijk, maar je hebt geen contacten op dat moment, je hebt geen ding gehoord, zoals ik zeg niet dat die in hun schoot geworpen wordt, maar bij ons was dat zo van, wacht. Het was zeker een goede oefening, hè? Dat zeg ik wel. En wat was de oefening dan? Zoekt transfer. Is dat gelukt? Ik heb ergens een onbekende Belg gevonden die interesse genoot van 4 van de 6 play-off 1 clubs tot dan toe. Dus dan ben ik beginnen bellen naar Zulte-Waregem. Klinkt heel hard voetbalnieuws.be eigenlijk. Ja, nee, dan ben ik beginnen bellen naar... wie zat er toen allemaal in play-off 1? Zulte-Waregem, Club Brugge, wat was het allemaal? Bart heeft het uiteindelijk niet gebruikt in de krant, hoor. Ik wilde net zeggen, als het ook komt, Bart, dan zijn nieuws. Maar niet waar is, hè. Alle respect, Bart. 6 op 10, dus, eigenlijk. Het is niet simpel, heb ik toen aan de lijve ondervonden. Dus, maar... Gert, had hij niet een heel sprankelend Stancho-transfer? Was sprankelend niet, dat was eigenlijk gewoon ook een voorbeeld van hoe het gaat met buitenlandse transfers. Bijvoorbeeld, ja, Stancho, ik was toen mee op stage met Anderlecht, dus ik zat daar redelijk hard op de... Eerste rijver die een transfer deed, dat was toen 10 miljoen, hè, de grootste recordtransfer in België. 9,8 zeker, om precies te zijn. Ja, en dat was eigenlijk, de samenwerking was eigenlijk enorm goed, omdat ik zat kort op Anderlecht op dat moment. Ja. En ik had echt gewoon een heel goede Roemeense collega die heel kort op Steaua zat en daar echt heel goede bronnen had. En dan was er nog een andere Roemeense collega en die wisten dat niet van elkaar. Beetje duister van mij. Maar die had... Gert heeft een Roemeen gevonden. Nee, maar die had... die heeft mij in contact gebracht met die Anna-Maria Prodan, de makelaar van Stancho toen. En zo hadden we de 3 puzzelstukjes... Ja. Altijd van redelijk eerste lijn, waardoor je... dus alleen zou ik daar niet alles van hebben kunnen te weten komen, maar dankzij die Roemeense collega's was dat... Dus dat was eigenlijk gewoon een voorbeeld van hoe dat met een buitenlandse transfer gaat. Oké, goed. Ja, dus Lars zijn vraag. Gert heeft gelijk, geen sprankelend verhaal. Leuk blokje. Lars,
jouw MV van de week. En ik zie dat er hier precies M en MV's bij de vlees zijn. Ik ga er een paar pakken, want ik heb van het weekend of doorheen de laatste weken een trend opgemerkt. Hè. Dus de zegen van onze kot-afleveringen van in de lockdown. Nieuw zoeken lukt niet, maar trends opmerken, daar heb je een neusje elk, voor. Hè? Elk zijn sterk. Misschien moet ik chef trend worden. we gaan even overlopen. Hè. Dennis Odoy is virtueel langs geweest, is gepromoveerd. Ja. Mike van Amel van hetzelfde. Birger Verstraeten heeft hopelijk weer het voetbalgeluk gevonden. Dat is al een beetje bij de haren getrokken. Bij de Antwerp. Björn Engels is niet gedegradeerd. Ah ja, dat is waar. Ja, maar ja, hij stond op een degradatieplaats toen hij in de podcast zat. Maar hij heeft wel niet meer gespeeld, want hij is geblesseerd. Ja, oké, maar ja, kijk. Maar hij is niet gedegradeerd, dat klopt. Hè. Kilian Overmeijer mag weer trainen, zie ik hier staan. En dit bij Club Brugge. Hij traint bij de belofte van Club Brugge. En Dave Peters mag weer presenteren. Ja, mag weer presenteren. Op het hoogste niveau. Het was echt de omkadering in goede banen lijnen. Ja. Ik heb hem gisteren nog een bericht gestuurd. Ik vond dat hem dat heel goed gedaan had. Ik ook, maar of dat nu voor hem dat is, of Dynamo Zagreb tegen Shakhtar, of 1B... Dave is niet de tafelspringer die zegt van ik moet de belangrijkste match doen. Dus nee, absoluut niet, maar ik denk wel dat vorig jaar deed hij dat even goed in 1B, maar toen keken we misschien... Ja, maar ik denk dat voor hem misschien ook wel spannender geweest zal zijn, omdat dat is toch wel een 11, zijn vuurdoop, misschien een heel andere werking, misschien hebben die een totaal... De man kent geen stress, denk ik. Heeft dat goed gedaan. En ja, dan niet te vergeten, hè, dan zijn we er eigenlijk. Hè. Olivier de Schacht. Hè. Ah, en is dat dan effectief de... Ja, ik ga voor de Nolly. Ja. Want? 500ste match gespeeld gisteren in de eerste klasse. Ja. Dus denk niet zo de Champions League bijgeteld, maar in de eerste klasse. En hij heeft nog eens gescoord. Ja. Waarom dat ik hem pak is... Ja, het is een sympathieke P, hebben we gemerkt in lockdown. Maar ook gewoon, hoe blij kun je op je 39ste nog altijd zijn met een goal? Het was bijna aandoenlijk. Die scoort bijna nooit, hè? Die heeft toch geen jaren zonder enige goal. Olivier de Schacht scoort niet en hij pakte vroeger ook nooit rode kaarten. Dat was het toch? Ik denk dat hij nu, ik heb eens gezocht dat hem nu aan 11 of 14 goals zit. 11 of 14? 14 staat hij. 14. Wat eigenlijk, zelfs voor een verdediger met 500 matchen is dat. Allee, relatief weinig toch? Of mag ik dat niet zeggen? Je zou kunnen zeggen dat hij in 1,5% van zijn matchen gescoord heeft. Heeft alle goals gemaakt. Maar ik heb het eens opgezocht. Hij is sinds de statistieken teruggaan op transfermarkt.nl. En dat is tot 95, 96. Transfermarkt.de oorspronkelijk. Ja, maar ik ben via NL gegaan, Guillaume. Ja. Is hij de op twee na oudste doelpuntenmaker. Dus van de afgelopen 25 jaar. In België. Kennen jullie de top 2, om het zo te zeggen. Timmy Simons? Nee. Nee? Niet via Strasbourg? Nee. Dus even kijken. Mommes? De Nolly was 39 jaar, 5 maanden en 24 dagen. En Simons was bij zijn laatste goal, maar ik zie eigenlijk dat al niet klopt. 39 jaar en ook een paar maanden. Maar hier staat Simons een... Ah, nee, het klopt wel. Ja. 39 jaar en 2 maanden. Maar we hebben er dus nog twee die beter sinds doen. Sinds 95, 96. Ah, wel, Raymond Mommes? Nee. Borkelmans? Mommes, die is... Borkelmans, we zijn er al. Broemer. Ja. Die maakte een goal tegen Westerlo in 2004. Op zijn 40 jaar, 11 maanden en 5 dagen. Dat is echt oud, hè. En mocht Danny Verlinde keer geen strafschop nemen of zo? Nee. Het moet grappig blijven. Allee, het moet serieus blijven, dat ik net al zeggen. Dan ga ik moeten passen, denk ik. Ja, ik heb nog ook over makelaars gesproken. Hint, hint. Ah, Van der Smissen. Ja, klopt. Die voetbalde toen nog. Die was in 1998... 10 maart 1998, 40 jaar, 4 maanden en 15 dagen. Hm. En kennen jullie de club? Standaard, RWDM. RWDM, klopt. Ja. Dus bedankt voor deze vervroegde quiz trouwens. Ja, het is toch leuk? Ja, sowieso. Ja. Maar dus Olly de Schacht, hij was content en dergelijke. Ik vond vooral geweldig aan die match tot Warm Genk. Denk van alle partijen die we gehoord hebben, was dat degene waar je echt het best 1. De trainer kon horen. Dat was echt. En 2. De mensen op de tribune. Want ik denk in de buurt van de commentator waren daar wat mensen gesprekken aan het voeren. Ja. En ik vond het is zo het equivalent van als je zo op restaurant gaat
En je hebt zo al een hele week eigenlijk heel veel tegen anderen gezegd. En naast je is er zo'n hele luidruchtige tafel, dat je eigenlijk constant een uur naar elkaar zit te kijken en zit te reageren op hetgeen wat de tafel naast je zegt. Ja, absoluut. Zo ja. Dat eigenlijk. Zo. Ja, je bent er nog maar pas getrouwd, gaat er al zo aan toe als je hebt gaan. Ja, eigenlijk wel, ja. We hebben niets meer tegen elkaar te vertellen. Mm. Ah, Cyril Dissers zou ik nog bijna vergeten nu dat we het erover hebben. Die is ook langs geweest dit jaar in onze podcast. Ah, ja, die heeft ook gescoord. Die heeft ook gescoord. Dus, ook wel een grote kans gemist. Stevige misser. Dat is niet van zijn gewoonte, denk ik. Maar dan zeggen we, hij kwam vaak in scoringspositie, als we het positief hebben. Maar Genk wel winnaar van het weekend dan, hè? Ja, en Standaard. Ja, inderdaad. En ja, Standaard. Eigenlijk wel, want het is een beetje onder de radar gebleven, precies. Maar die hebben ook gewoon gedaan wat ze moesten doen. En net daarom blijven ze onder de radar, eigenlijk. Toch? Ja, dat klopt, ja. Maar ze hebben ook wel in eerste helft veel kansen tegen gehad. En dat was zowel het geval ook voor Anderlecht, voor Club Brugge wat minder, wel voor Gent ook al een pakje minder. Ja. Standaard heeft ook wel wat dingen weggegeven tegen Cercle Brugge. Mm-hmm. Dan mis ik waarschijnlijk nog een ploeg. Antwerpen heeft ook wel iets weggegeven tegen Moes Kroen. En meer dan dat je zou verwachten eigenlijk in eigen huis tegen dat kaliber van ploegen. Mm-hmm. Dus Genk is er gewoon in geslaagd om meer te scoren, om echt een boutade te gebruiken. Mm-hmm. Maar het was geestig. En ja, het is mooi gezicht. Zeg, de uitspraak van Frankie Durie, het was wel geen play-offs 1 deze keer, maar de allee, allee, allee en toestanden vond ik geweldig eigenlijk om te volgen. En Cyril Dissers ook zo van, allee jongens toch, zo op zichzelf aan het vloeken en zo. Ik vind dat eigenlijk wel een keer tof. En dan inderdaad... Meer micro's naast het veld staan, nog meer. Inderdaad, want in tribune was dan op het einde van de wedstrijd, Ito ging een hoekschop nemen, maar uiteraard ook zeggen Maxke. En ze van in tribune, Ito vent. Allee, ze waren echt zo, ho. Ja, een beetje couleur lokaal. Zoals dat dan heet. Geweldig. Ik vind dat beter eigenlijk dan dat fake supportersgeluid. Ja. Anders krijg je altijd zo die typische Belgische trommels, die alleen in ons stadion zitten. Zo de Belgische vuvuzela, die dan anders altijd... Liever een trommel als een vuvuzela. Ja, sowieso, maar nog liever dat live commentaar. Ja, dat is waar. Dat maakt het wel heest. Gert, jouw MV van de week. Mijn MV van de week is Gaëtan Koeken. De doelman van KV Mechelen. Ja, kon ook niet anders. Een doelman, daar moet ik mee starten. Ik zit de hele tijd over refs bezig, maar hij gaat vooral ook geen aflevering voorbij zonder dat hij een keeper kiest. Eigenlijk vooral... Van Brastel zit de chef, zo zie ik het Geertje. Niet omdat hem zo geweldig goed speelde, eigenlijk. Allee, hij doet niks de eerste, te doen. Die twee golen, hij doet niks fout, maar ik vond zijn positie precies altijd zo. Hij stond al te ver naar de eerste paal. Twee keren eigenlijk, had ik iets gevoel. Nu, bij die tweede moet hij afwachten tot of er geen spits tussen komt. Dus die voorzet van Murillo, die groot, binnen of gaat. Is dat, of is dat weet ik eigenlijk. Ik ga dan een keer opzoeken. Ik doe dat ondertussen. Maar hij deed op het einde wel een heel belangrijke redding. Op dat schot van Vlap, is goed gepakt, waarmee hij wel een punt pakt op dat moment. Ja. Dus daarvoor... Toch een bloemetje. En ook nog voor een andere reden eigenlijk, is er jullie iets opgevallen aan Gaëtan Koeken? Hij is bij de coiffeur geweest. Ja. Niet langer de kroon. Is dat een ding? Ja, weten jullie waarom? Bijgeloof, omdat hij niet al te beste zin had vorig jaar. Hebben we er iets... heeft het een invloed op je prestaties? Nee, volgens degene waarvan het moet wel. Het is ermee dat jij met een coiffeur getrouwd bent. Het is... Het is toch waar? Het moet dus van Franken. Nee, het moet van Jos Bix. Zijn keepers zijn er bij Henk. Nee, de keepers zijn er bij KV... De niet-echte... De officieuze keepers zijn er van KV Mechelen, is Jos Bix. Waarom? Jos Bix stelt trainingen op, maar is niet de keeperstrainer. Jos Bix is eigenlijk de rechterhand van Franke qua keepers, maar er was al een keeperstrainer bij KV Mechelen die in de staf is gebleven. Jos Bix is erbij gekomen, stelt de keeperstrainingen op, maar de andere geeft ze. Wat doet die andere dan? Die geeft ze. Dat zijn mensen met visie en dat zijn mensen die uitvoeren. Ja, ik weet. Ik ga hem zelf niet binnenkopen en ik wacht wel geduldig af. Jos Bix is allergisch aan doelmannen met lang haar. Allergisch voor is het eigenlijk. Oh. En wat... Want herinner u Davino Verhulst bij Genk? Ja, dat had was lang ook... lang haar, dat maar heeft dat ook moeten afsnijden van Jos Bix. Logan Bailly. Dat weet ik niet. Ik weet niet of dat Logan Bailly het van Jos Bix heeft maar moeten Davino afdoen. Verhulst, dat maar was Davino goed, Verhulst heeft het ook van Jos Bix moeten afdoen. En nu, vlak voor Koeken kwam, heeft Jos Bix tegen iemand gezegd, het eerste dat ik die ga vragen is om zijn haar af te doen. En nu, ik heb dat toen gehoord. Maar heeft hij daar echt een concrete...
Is er iets dat hij zegt van... Hij vindt dat een keeper geen lang haar mag hebben. Ah, dat is gewoon een principeskwestie. Ja, ja, okay. Het wappert vindt, in de ogen. Het een beetje van de oude stempel. Mannen moeten kort haar hebben. Is Jos Bex. Misschien moet ik erop letten of ze effectief ook met zwarte schoenen spelen volgende week. Het viel mij... het verhaal is mij verteld toen Koeke transfereerde naar KV Mechelen. En nu kom ik er... Toen ik gisteren de samenvatting zag met mijn kort haar, toen viel mijn... Filmen een Frank pas van, ah ja, dat is juist, dat moet van... Ik ga een keer... Hij zoekt de grote foto op de clubspret in onze voetbalgids van het Nieuwsblad. En die foto stond al klaar, ik was er zo wat aan het zoeken. En ik dacht, wie is dat, jong? En dan kijk, die leek, ik weet niet waar, op Ian Thomas. Op dat moment, echt waar. We gaan ze biedt een keer samenstellen, ik zal het willen laten zien. Dat is echt, ik dacht zo van, maar hier is een carrière switch. Je herkent hem inderdaad niet meer. Hè, moeilijk hoor. Ja. Hij is trouwens 1,87 meter. Dat is eigenlijk niet zo groot. Dat is even groot als mij. Ja, dat is totaal geen referentie voor grote doelmannen, maar ik dacht van, ik smijt het even tussendoor. Dan maar, het is niet zoveel. Het is altijd leuk, zo die eerste speel. Ja, nieuwe doelmannen. Nieuwe doelmannen, oude doelmannen die plotseling goed doen. We vorig jaar met die van STVV en... Daniel Jabouki. En die van Cirkelen. Maar nog voor... Goh, want die zijn nog een andere gaan halen. Zo, ja, nu... Nico Blij, was het niet? Nee. Nu is bij Cirkelen wel opvallend. Warleson, die doet wel goed. Maar die is daar al... Of heeft één match goed gedaan. Ja, heeft één match goed gedaan, maar die is daar al van februari, wat ik dus niet wist. Maar ondertussen... Maar Cirkelen wil wel nog altijd Didion halen bij Anderlecht. Dus het kan zijn dat Warleson... Maar één match op, geweest. Zijn er nog andere keepers die we die in de Hervé, Hervé Koffie... Hervé Koffie. Ja, die deed het toch ook wel... Er is een koffie in eerste klasse. Ja, die was wel wakker toen Antwerpen doelpogingen Geen slappe tegen. Koffie. Ah, Badi Achille. Die hebben toen ook van Cirkel van vorig. Dus Hervé Koffie van Moes Kroen. Geleend van Lille. Vorig jaar aan Belenenses. Hier uit dat de buurt. Dat is hier vlakbij. Lille. In die Kempen, hè, jong. Vorig jaar uitgeleend aan Belenenses, die heeft al 20 matchen in de Liga NOS gespeeld. Dan zijn er een topper. Okay. En opvallend, op zijn Twitter-account staat een foto van hem met José Mourinho. José. Wat is dat? Ik had natuurlijk naar de Portugese uitspraak, maar... We zitten hier in de gofskast. En wat is het verhaal erachter? Of ja, dat weet ik nog niet. Ah, oké. Okay. Ik ga hetzelfde als Guillaume dat uitzoeken tegen volgende week. Ja, dat is wel een idee. Om de tafel duwen, omdat ik een teaser heb plaats. Nee, dus hij heeft een foto gepost toen hij in Portugal speelde van altijd blij om tips te krijgen van een grote trainer. Ja. Dus hij is daar eens naar een wedstrijd op de foto geweest met Mourinho. Of nu, omgekeerd, hè. Ja. Je weet het niet. Andere vaste waarden en doel die het wat minder gedaan hebben, Kaminski, hebben we nog niet besproken. Maar het ergste was... Dat zag er wel... Dingen vond ik ook niet zo goed. Penateau bij Charleroi. Een aantal leuke ballen waarvan dan dat heeft hij altijd. Ja, maar dat is altijd. En, dat maakt het niet plots minder erg. En het voordeel is wel dat er geen doelpunt uit voortgevallen is. Dus dat maakt altijd een groot verschil. Dat kan Jakubic van kort eigenlijk niet zeggen. Ja, dat is wel een mooie uitspraak trouwens. Was te erg, want ik heb het nog niet gezien. Oh, dat was ik heb het op de RTBF gezien en daar zeiden ze, zoals wij het zeggen, en ik dacht, ik wist niet dat ze dat in Franstalig België effectief gebruiken, maar de commentator zei, quel boulet. Uiteraard. Zoiets dat ik zou zeggen. Ik ga straks een keer bekijken. Die heb ik, dat is het enige dat ik nog niet gezien heb. Dat was wel matig, maar Kortrijk... Is toch nog ons oké doelman? Ja, want dat is eigenlijk bijna hun toptransfer, hè, want die wordt opnieuw gehuurd. Ook van Lille. Ook van Lille, ja. Erwin Verwekke County. Wout van Aert. Wout van Aert ook. Alles goed komt uit Lille. Kortrijk, in de voetbalgids, toen we die ploegfoto's erin aan het slepen waren in de gids. Kortrijk, dat was een heel mager beestje. Daar stonden 19 mensen op. Weinig. Daar stonden veel plek over. Ja, daar stonden 19 spelers op. Dat was echt. 19 spelers en dan een keer de helft. Veel verantwoord wit. Functioneel wit, zoals ze dat noemen. Dat is eigenlijk, we krijgen het niet vol. Dus die kern is heel klein. Er is ook een jeugdspeler gestart, die nog maar net overgekomen is van STVV. Rietjere, de middenvelder. En op de bank zat er ook nog een Van den Bossen, ook nog een jonge gast. Dus dat zijn gasten die normaal niet zouden moeten starten, want het was precies een beetje uit... manco eigenlijk, dat ze die moesten zetten. Los van die gasten de kwaliteiten, dat gaat waarschijnlijk wel nog goed komen. En natuurlijk, om de hele saa van Belgische voetbal deze zomer af te sluiten, het kon natuurlijk niet anders zijn na het eerste niet volledige speelweekend, want vanavond zijn er nog twee matchen, dat Waasland Beveren nu toch bovenaan staat. Dat kan moet, toch niet anders. Dat moet zo zijn.
op een of andere manier is dat ze van, ja. Uiteraard. Meer 2020 dan dat wordt het niet. Nee, meer 2020 dan dat wordt het niet. Dus, alles is hier aan het veranderen. En ze hebben alles topschutter ook, Daan Heijmans. Ja, en nog een nieuwtje uit Beveren. Onze goede vriend Daan Foulon. Wow, is op weg naar de Serie A, jongens. Ja. Stand vandaag in het nieuwsblad naar Benevento. Ja. Op weg naar Benevento. En 600.000 patatjes. Patatjes. Daar kunnen al wat keukens mee komen. Heb ik me dan toch vergist in Daan Foulon? Het is gewoon zijn naam, hè. Het is gewoon zijn naam. Volgens mij is dat een geweldige kerel. Dat is echt iemand voor nog een keer een Skype-gespreksje mee te doen in een volgende aflevering. Ja. Nu, Kortrijk, ze hebben wel iets heel leuks gedaan. Hè? Een oude traditie die gebleven is, hè. Ja, nee? Het viel mij op gisteren tijdens de samenvatting dat onze vriend... Vriend van de show. Dat, dus eigenlijk na het doelpunt in Kortrijk, in de spiontop, komt er altijd van die spreek zijn naam een keer uit op West-Vlaams, zoals je daarnet Mourinho... Klinken Manille. Simon. Simon Klinken Manille, de man aan de knoppen bij Kortrijk die de rook doet op ja, spuiten. Ik heb hem ooit eens gevraagd. Het is blijkbaar een soort van waterstof of... Dat doen ze na elk doelpunt bij Kortrijk. Ja. En wij verbazen ons er vorig jaar over... Ja. Hoe snel dat na een doelpunt altijd gedaan wordt. Ja, dat moet wordt, hem wel he? Geven. Hè? Allee, ja. Maar, dus nu werd dat zonder publiek ook gedaan, maar je zag dat komen en je hoorde ook heel hard dat toestel zo. Zo'n slechte pretparkattractie, ja. Dat je zo hoort remmen en al. Ja, inderdaad. Dus dat was eigenlijk... Ja, hij was weer snel, maar het was een raar... Het gaf me een raar gevoel. Hij is vader geworden, onlangs. Dus misschien gaan we hem... In plaats van af te breken, ook proficiat wensen. Krijgt zijn kind dat wel een cadeau in het eerste tot Billy? Of, Hebben wij geen cadeau voor Billy? Ja, ik dacht iets specifiek van de shotcast, als je wel nog welkom was. Ik ben geen chef, hè. Mijn loon niet gezien, hè. Trouwens, nu dat we spreken over het geluid achter van die machines, heeft er iemand die een trein hoort die ingereden is in Staaien, denk ja. ik? Ja. Want wat was dat? Ik sprong de meter omhoog en ik zal u zeggen waarom. Huh? Het was... Hoe laat was die match? 1 uur? Of 1 uur 30? Ik moet nog wennen aan die dingen. En het is mega warm op mijn appartement. Ik had juist gegeten. Ik lag nog even in mijn zetel. Ik moest om 3 uur 30 beginnen werken. Verteren, gelijk dat verteren, ja, ze herkouwen. En ik ben zo een klein beetje aan het indommelen. Ze kennen het, zo klein tikjes aan het doen. Hè. Ja. Maar ik heb thuis, ja, ik had het wel een beetje stiller gezet, omdat ik dacht van, kwartierke, tukske, geen probleem. Ik heb thuis een surround systeem. En in één keer hoor ik daar, en echt, een trein, of ik schiet wakker. Het was echt niet normaal. Ik was echt zo van, what the fuck, is hier een trein in de straat of zo? En dan, ja, ik denk dat Philippe Joos was, je hoort de trein ook op de achtergrond. Ik zei, what the fuck, dat hoeft niet elke week voor mij. Dat was heel raar eigenlijk. Ik wist niet eens dat daar een trein passeren. Het is een machinist die je abonnementje op 11 had, denk ik. Ja, waarschijnlijk. Ja, het was een van Staaien. Het was een mooi moment voor hem. Nog iets korts over Anderlecht? Of gaan we dat volgende week aan? Hetzelfde bedje zie ik. Ja, maar niet helemaal, vond ik nu ook. Er was eindelijk wat diepgang. Het enige probleem is dat middenveld, dat zo belangrijk zou moeten zijn, volledig werd overgeslagen. Er was eigenlijk te snel te veel diepgang. Ja, nee? Ja, misschien. Maar het zal toch niet van Jules gekomen zijn. Want dat was... Ja. Die moet mij nog altijd overtuigen. Ja. Maar ja, als ze de beste van Oostenrijk, en ik geloof dat graag, maar het is nog niet dat. Het is ook een kwestie van de juiste mensen in stelling te brengen. Hè. Flap had in de eerste helft 5 passes. Dat is... Is dat effectief? Ja, ik dacht dat hij 5 passes had. Okay. Hij zei het zelf ook, ik heb de bal bijna niet aangeraakt. En Doku was wel eindelijk eens efficiënt, wat wel punten kan opleveren naar de toekomst. Wat eigenlijk nu ook al gedaan heeft. Toch 1 punt op zijn minst. Ja. Maar KV Mechelen was dan weer totaal niet efficiënt, dus het had ook... Ja, en dat was de meest efficiënte ploeg vorig jaar eigenlijk. Ja. Dus dat is wel grappig. En natuurlijk, ik zeg het niet graag, ik zeg het eigenlijk heel graag. Ik weet wat er gaat komen. One to watch for in de voetbalgids was ene Isaac Caboret. En dat was al ingeschreven, nog voordat hij door Manchester City... Ga je dat in elke podcast? Ik ga dat telkens als hij 2 assists geeft, ga ik dat zeggen. Ik zeg het dan weer niet graag, maar het klopt. Hè, ja. Maar een prachtige besluit om over te gaan naar het volgende. Shotcast. De Spiontop. Spiontop 3.0 powered by Beam. Oeh, lololololol. Ik zeg, wacht, dat klinkt toch goed? Spiontop 3.0 powered by Beam. Ja.
Ja. Nee, en dat is dat al betaald of kunnen die hun dingen nog tegenhouden? Want we zijn wel goed bezig. Want met dat budget van Bieben hebben we eigenlijk al onze eerste... Direct pompen. Hè? Ja, we hebben eigenlijk al ons eerste ding kunnen doen. Ja. Want wat hebben die gasten ons gegeven als budget? En wat hebben jij er eigenlijk mee gedaan? Als budget, dat ga ik hier niet in de netair gooien, eigenlijk, zo zeggen. Maar, en ik bedoel het budget dat nu gekost heeft, bedoel ik. Ah, we hebben 3 keer €19. Ja. De beste €19 uit ons leven, kan ik nu al zeggen, want we gaan vanavond naar de voetbal. Hè. We gaan in kartonnen versie naar KV Oostende tegen Beerschot vanavond. Ja. Waar zitten we? Ik heb de woordvoerder van Oostende gestuurd van, we komen af. Hè. Zeggen, we komen af. Kun je ons in de picture zetten? Ah, wel, ik zeg van, zet ons achter de goal of weet ik wat. Nou, hij zei in tv-zicht. Dus het enige wat ik daarachter versta is dat we 90... niet op tak. Allee, dus we moeten eigenlijk 90 minuten gekluisterd zijn aan dat beeldscherm in de hoop dat we eigenlijk even in beeld komen. Chef screenshot vanavond? Ja. Oeh. Ja, gewoon. Maar jij bent een chef, titel en nu krijg je dat is waar, ga ik het ook wel laten hangen. ik had dan gestuurd naar de woordvoerder van KV Oostende. We zitten bij ons drie in de Diaz Arena vanavond voor KV Oostende. Ja, elk in een ander tegen Beerschot. Ik denk dat ik de rooien heb. Ik de doelman outfit. Ja, dat is de derde outfit. Ah, tweede of derde outfit. En jij in het geel. Ja, de keeper van Oostende kipt altijd in een van die drie outfits. Oké. Een wissel dat je tussen deur. Van keepers uiteraard. Als je er zit er in bij de jongen. Als je er ergens achter de goal een driedubbel kin ziet, dan heb je mij gespot. Misschien zijn we de enige drie die dat gedaan hebben. Dat heb ik ook gevraagd. Hoeveel kartonnen mannen zitten? Ik zeg, loopt dat een beetje. Hè? Zo, tegen de... Wacht, ik ga het nog eens opzoeken voordat ik hier stomiteiten zeg, want misschien vergeet ik een nulletje. Ik denk dat hem zei tegen de 100. Tegen de 100. Of is nu 1000, dus dat ga ik nu, direct gewoon zien. En is de bedoeling dat die samen dan zitten, of een beetje gespreid? Ja, ik moet die ook niet 1,5 meter uit elkaar. Maar ik denk, als ik die samen zet en langs de andere kant, en zoals bijvoorbeeld bij Club Brugge, dan plaats om doeken van sponsors te praten. Kleine 100. Ik denk nu ook niet dat ze verwacht hadden dat heel het stadion vol zou zitten. Nee, dat zei de woordvoerder ook. Hij zei wel, Bont is meegenomen, maar ik heb hem dan ook gevraagd, want... Ik zeg, ik heb van u besteld, maar we zouden eigenlijk Gert Verheyen nog willen meepakken. We hebben nog plaats in de auto. Dus, want met een trein mogen we niet naar de kust. Nee, inderdaad. En hij zei, ik zeg, ik vind dat, wij vinden dat wel een goed idee, of wij vinden dat grappig. Wat denkt er zelf van? Hij zei, als ze nog wel geestig zijn. Alleen, als je hem vandaag bestelt, als je vandaag Verheyen bestelt, dat was op donderdag of zo, denk ik, donderdag namiddag. Hij zegt, dan gaat dat niet meer tegen maandagavond in orde zijn. Zeg, maar ik zal volgende week dan nog wel een keer doen, want dan de volgende thuiswedstrijd is Oostende-Anderlecht, denk ik. Binnen 2 weken. Ja, en hij zei, van mij mag dat, dus we gaan dat Gert vragen of dat hem dat effectief ziet zitten. Want we gaan daar ook zitten. Dan willen we wel achter de dugout zitten met vier. Ja, we hebben eigenlijk een abonnement. En een microfoontje op de kartonnen bord van Gert Verheyen spellen en dingen roepen. Zo. Spiekertjes, ja. We moeten sowieso wel achter het doel zitten vanavond, want we willen met dat microfoontje ook nog iets anders doen, want hoewel er veel positieve reactie was over onze kartonnen aanwezigheid in de Diaz Arena vanavond... Er zit toch één tussen, hè. Ja. Gert, jij hebt toch een zuur reactietje nog? Ja, maar, zuur niet, maar een goede vriend van de show nog. Ja, Mike van Amel, vorig jaar te gast tijdens de lockdown-edities. En in zijn tuin. En gepromoveerd door. Ja, prachtige pauw op de achtergrond. Die reageerde direct. Jullie gaan dan toch in het bezoekende vak zitten? Ja. Maar dat gaan we niet doen. Nee. Waarop Lars, denk ik, Geert heeft, nee, wij gaan... Ik zeg nee, in tegendeel. Wij gaan vooral de bezoekende doel dan viseren, heel de match. Zoals het hoort toch, zoals een echte spion. Maar, zoals het een uur later stuurde Mike dan nog een bericht. Hey, bij Beerschot gaan ze het volgende week ook doen. Serieus? Met die kartonnen. Dus komt dat nu door ons en heeft Mike dat gezegd tegen dingen? Maar dat gaan we dat ook al doen, eigenlijk. Stel u voor dat we op meerdere matches tegelijk aanwezig kunnen zijn. Een kartonnen versie in Oostende en een kartonnen versie in Beerschot. Dat zou wel goed zijn. Biwin, als jullie luisteren, het karton staat duur ze tegen. Maar bon. Sowieso. En wat we anders moeten doen, is ook met de centjes van Biwin, is naar de cinema gaan. Ezeltje. Strik. Want in de cinema kun je tegenwoordig in de Kinepolis ook matches zien. Hè? De eerste 2 speeldagen. Ik heb het van het weekend niet gedaan. Wat kost dat? Want ik moet wel de rekening bijhouden. Dan, ik denk dat dat slechts €9 is. Wat fantastisch goedkoop is als je de andere prijzen van filmtickets ziet. Ja, als je... Dat is dus...
goedkoper dan een kartonnen bord in het stadion. Ja. Maar dat is wel bijna even duur als een maandpas voor voetbal. Ja, ja, dus, ja. Maar misschien moet een van ons drie dat doen. Is het niet, Lars? Ik vind dat ook is niet, Geert. Ik ga dat echt niet doen, zo. Ging jij dat niet doen? Ja, maar... Ik ga al naar Oostende. Ik wou Club Brugge Charleroi doen, maar daarvoor moest ik naar de Decascoop in Kinepolis. Naar dat wat? In Kortrijk. Ah, oké. Okay. Decascoop, dat ja, was... Maar Antwerpen niet buiten. Ja. Ja, ik ook niet. Ja. Ik ga nu echt niet in Antwerpen in een cinema gaan zitten. Zo. Ik zal een keer zien of er voor agent iets uit de bus valt volgende week. Goed? Ja. Alright. Over naar het volgende. De wisselrubriek. Wissel, wissel, wissel. Ja, vorige week met Gert Vrijen hebben we wat dingetjes uitgeprobeerd. Alles op een hoop. Alles op een hoop, eigenlijk. Ja, alles op een hoop. Hè. Een Bob Peters Award specifiek doen we niet meer. Maar, nee, maar ik vond wel tof, de halve voorzet van Gert Vrijen, ja. Dat hij begon over de... Ja, de spreekwoorden die niet goed werden uitgesproken door voetballers. Contaminatiefouten ja, eigenlijk, in het vakje ja. Om... En dat ze dat bijhielden in hun kastje op de Brugge, wie er allemaal fouten... Oh, was het weer, we moeten de boezem in eigen zak steken ja. Of zoiets. Karagiannis. Allee, we hebben het er dan over gehad en we zouden die dan dopen tot de Manu Karagiannis Cup. De Karagiannis Cup. Ja. De KK. Ja, dus als luisteraars... zo'n vervormde spreekwoorden horen, lezen... Lezen hopelijk niet bij ons. Dan is een kikzwaar gescheiteld. Dan mogen ze het altijd laten weten. En dan krijgen ze nog de Karagiannis-cup. Ja, ik heb een voorbeeld van toen Capelle in derde klasse kampioen speelde, of in vierde klasse. Daar komt er wat tegen, denk ik. Zei de trainer op ATV, we hebben hier vandaag de hoofdschotel afgevlogen. Maar afgevlogen of afgeschoten? De hoofdschotel afgevlogen. Ja, maar dat vind ik wel een goeie. Dus de eerste... En hij was nog niet dronken, hè, want het was postmatch. Dat werd op zoveel niveaus eigenlijk. Misschien is die zijn drinkbus tijdens de... Er waren trainers in eerste klasse dat vroeger deden, hè, naar het Gent. Wat, hè? Ik heb dat altijd horen zeggen, dat Ron Solliet zijn drinkbus, dat die... Allee, horen zeggen, hè. Ik weet nu niet of dat... Je kent de heilige drievuldigheid waar dat elke trainer zich aan bezondigt, hè? Nee. Of eten, of drinken, of vrouwen. Dat wordt altijd gezegd. En meestal... ja, maar ik heb dat hier al zeker een keer gezegd. Ah, en meestal één van de drie klopt wel. Er niet altijd. Er is altijd wel één van de drie dat er is. Ah, oké. Okay. Dat is een beetje zo'n maar running joke. Maar sluit ander niet uit, veronderstel alle drie kan ook, hè. Is Company dan eigenlijk al trainer? Want... Misschien had hij gewoon een keer lekker gaan eten altijd. Hè? Ja, dat is waar. Voor niet vrouwen te moeten zeggen. Zo, maar... niet dat ik iets weet, maar goed. De eerste Karagiannis Cup winnaar is bij deze dan bekend. Ja. De ex-coach van RFC Capelle. Ja. Johan Laurijs. Oké, goed. Is dat schoon, familie van u? Of heet die vrouw van ver eigenlijk wel. Ja, woke. Echt waar? Ja. Maar ja, hij zei wakker. Ik denk dat zijn vader een neef is van mijn schoonvader. Oké. Okay. Ja, dan komt het wel heel dichtbij. Hè. Wat een echte nevengat is dat. Nee, ik heb net gezegd... Je moet hier goed opletten met wie je dat een tong draait. Ja, want het is weer dat ik het weet, is de nicht. Hey, ik heb ook nog een wisselrubriekje mee. Ja? Het is... Ja. Dus, ik zie wat jij niet ziet. Een gouden ouwe. Gouden ouwe. En het zijn 26 luisteraars uit Chili. Ja? Ja, dus je kunt... Voor Shotcast. Voor Shotcast. Ja. Ja. Zeg maar, en mijn NM had ook gekund. Maar, nee, voor Shotcast. Want via het programma dat we ons aflevering uploaden, kunnen altijd zo'n beetje statistiekjes bekijken. En je hebt er dan ook zo'n kaart bij van... Ja, oké, in Frankrijk kan ik me wel inbeelden dat er... iemand verdwaald is, of mensen zo, die op Belgische vakantie zijn. In de, in de United States en zo. Exact. Maar nu heb ik een keer gezien, 26 man in Chili zou naar de aflevering van, of met Gert Vrijen hebben geluisterd. En het is een warme oproep. Maak jullie kenbaar. Dus als we volgende week niks hebben gehoord, ja... Dan weet je dat niks is. En dan weet je dat het een bug was of zoiets. Maar ik vraag me af van waar het komt. Zijn er mensen in Chili die naar ons luisteren? Als jullie deze warme oproep van Lars horen, één adres, of eigenlijk zijn het vier adressen. Shotcast.nieuwsblad.be, podcast.nieuwsblad.be, zelfs audio.nieuwsblad.be werkt nog, dus dat zijn vijf adressen. Want daarnaast op Twitter, hashtag Shotcast of @Shotcast. Over naar het volgende. Shotcast. Oh my god, u raadt nooit wat de clickbait-quiz van Shotcast nu geworden is, quiz. Ja. Een nieuwe naam gevestigd. Ja. Ik vond... Ja. Apprecieerde die? Of,
Zeg maar eerlijk, oké. Okay, ja, ja. Ja, ja? Oké, okay, goed. Ja, het is oké. Okay. Dus het is okay. Om het te duiden, want je zei precies helemaal van uw melk, van mijn geweldige titel. Ja, omdat, oh my god, u raadt nooit wat de clickbait quiz nu geworden is. Maakt het een clickbait titel voor een quiz die geen clickbait, het is meta. Ja, ja wel. Het is, dat is toch even goed als de hoofdschotel afgevlogen te hebben? Ja, dat vind ik echt wel. Dat vind ik een prachtige. Echt waar. Absoluut. Ja, goed. Ik ben een beetje afgestapt van de clickbait. Ja, ja. Ja, dat is in een plan trekken. Maar wat we wel weer gaan doen, is een spelersfischje. Hè. Een keer onder handen eentje nemen. Of meerdere? Of, wie zal het zeggen? Ja. Ja, het wordt spannend. Het wordt spannend. Normaal doen we dat altijd met een ex-speler van de gast. Heb je nu een ex-speler gevonden? Ex-ploegmaat, sorry. Van, Johan Aureijse, de trainer van Capelle, daar heb ik nog mee gevoetbald bij Brecht. Dus die zouden kunnen nemen. Goeie verhaal achter het onder. Dus, wat is me dat hier allemaal? Nee, ik heb een spelersfiche mee. Hè. Ik ga het nog even uitleggen. Ieder noemt om beurt een ex-ploeg van de man of vrouw in kwestie. Ja. En degene die niet meer kan aanvullen. Ja, drie werf helaas. Dan is het niks. Ik was vorige week wel heel slecht met zijn FIFA, weet ik nog. Ja, dat was niet hun beste. Nee. En aangezien dat Team Gert vorige week aan het langste eind getrokken heeft, mag Team 1-0. Gert... Ah ja, u is 1-0, uiteraard. Ja, toch? Is dat oké voor u of niet? Nee, maar wat heb ik tegenin te bassen eigenlijk? Omdat ik chef quiz aan. Ja, nee. Oké, je mag kiezen. 0-0, 1-0. Ja, pak maar 0-0 en dan 0-0. Is krijg je dat. Ja, anders is het weer een heel seizoen. Hè. Ja. Ik heb voor jullie de volledige spelerscarrière meegebracht. Of Wikipedia heeft dat alleszins gedaan. Van onze vriend Gunter van Handenhoven. Oh. Dus Team Gert mag als eerste een club opnoemen. Roeselare. Klopt. La Louvière. Klopt. RWDM. Of FC Brussels. Die staat er precies niet tussen. Oeh, die staat er ook precies niet tussen. Dat is wel heel snel. Ja, mooi. Mag ik aanvullen? Ja, maar allez, je hebt al een punt, hè, of een half punt. A-agent. A-agent, klopt. FC Metz. Klopt. Mes. Metz. Metz, excuses, ja, klopt. Ja. RSC Anderlecht. Nee. Nee, enkel maar in de staf. Nee. Oh, ja, in de staf. Lierse. Ja. Ook nee. Niet. Nee. Nee? KV Mechelen, A-agent. Mes, terug-agent. La Louvière, Lokeren. Lokeren, ja. Ja, ja. Sint-Niklaas, Al-Ali, Roeselare en Wilrijk. Oeh. KFC Wilrijk. Ja. En toen dat die, dan is hij een delegé geworden bij de andere weg, dacht ik. Nee? Eerst nog tv, hè? En dan delegé en dan terug tv. En dan terug tv, de klassieker. Ik heb ooit eens laten vertellen dat hij heel in het begin dat hij een delegé was, dat hij moest vragen wat dat papier was dat hij moest invullen. Het wedstrijdblad, meen je dat? Ja, ik heb dat altijd horen zeggen. Ik weet niet of dat klopt of dat een urban legend is. Dat deed dat... Allee, je hebt dan... Dat lijkt mij nu toch wel heel hard. Je hebt dan 20 of 25 jaar geshot. En dan weet dat nu toch. Nou, dat geloof ik eigenlijk niet goed. Ja, we gaan het eens checken. Wel, dat is mijn ding voor te checken voor volgende week wat pijzen. Dat is echt zo het niveau mopje van dat Francesco Totti of zo. Wat is dat nu ook alweer? Die moppen met Totti? Of, ja, die heeft zijn boek, ja. Dat niveau. Ja, hoe ging dat weer? Ja. Nou, als je vraagt, wat was dat? Hoe oud is uw zoon? En dan staat er daar 10 achter. En Totti dat leest als 1-0. Zo dat soort niveau van die mopjes. Dat gaan we dan niet doen, hè. Maar ik heb wel nog een tweede vraag mee voor jullie. Ja, ik ga om dat te leren. Een half nul. Nee, 1-0. Hallo, zeg. We kunnen zien, hè. Hallo, kus. 1-1 dan. Zien dat als je maar ene kunt opnoemen, dan verdien je geen half punt achterstand, hè. Ik heb voor jullie meegebracht de... Als je in de microfoon spreekt, dan verstaan we. Wie zijn de gsm staat hier weer nog te trillen, hè? Dat is met een iPad. Een mail op toekomst. Dan is het goed. Ik heb voor jullie een lijst met meerdere toestellen, hè. Met Olivier de Schacht, die zijn 500ste wedstrijd heeft gespeeld, ben ik nog eens in de statistieken van 95 tot vandaag... Ja, gaan kijken. Je mag kiezen. Ik heb zowel de top 20 als de top 10 uiteraard meegebracht van spelers die het meeste matchen hebben gespeeld in de Jupiler Pro League tussen 1995 en nu. Olivier de Schacht staat uiteraard op 1. Maar wie zijn de andere... En nu mag ik beginnen, 20. Zeker. Ja, allee, het is goed. Sammy Bossut. Klopt, ja. Ja, je moet mij het overzicht vergeven, maar ik moet altijd even zoeken, hè. Wat kan dan? Gertje. Wel. Gert, was al gestopt. Dat is echt een stoeme gok eigenlijk. Want je kunt kiezen uit 25 jaar dingen en je pakt ene dat na 8 jaar gestopt is. kijk, dan is het heel... Of hoe, hè? Hé, wat? Zeg je nu nog eens? Eén die na 8 jaar gestopt is?
Maar ja, die is toch gestopt in Impactweg 2003 of zo. Dus, ja. Ah, het is de aantallen in die periode. Ja, ik had begrepen de top 10 van Belgisch voetbal. Je zet de enige aan deze tafel. Ja, en sorry, ik doe ik heb het fout begrepen. Ja. Allee, doe dan gewoon voes voor de gein. Jij krijgt het punt, maar jij krijgt... Dus het is aan mij nu. Nee, want hij heeft een fraude gedaan. Oké, ja, laten we dat doen. Hè. Ja, over mij... Ja, die klopt. Ja. Hoort hij er nog bij? Zie je dat je het kunt? Ja. Ja, hoort hij er nog bij? Gerter, sta je plotseling een man in uw tuin? Mijn schoonvader, die komt de sproeiers van de gazon. Hij heeft zelfs personeel om de automatische sproeier van de gazon te doen. Je hebt toch het leven gewonnen, zeg. Ja, ik vind dat nog niet zo simpel. Of de lotte, dat kan ook. Misschien een paar jaar in tweede klasse, maar ik ga toch Peter de Lorge zijn. Die staat ertussen. Ja, oké. Ja, voilà, kijk. Je hebt toch één dat het spel hier begrepen heeft. Allee, Gert. Timmy Simons? Uiteraard. Ja. Voilà, kijk, zo moeilijk is dat allemaal niet. Hè? Ja, Timmy Simons ook, ja. 340, volgens Transfermarkt. Fredje Herpoel? Ja, uiteraard. Die staat zoals vrij hoog. Ja, denk ik ook. In een top 5 of top 6, met 376 matchen. Oké. Okay. Agent, Mons. Heeft hij bij Anderlicht effectief gespeeld? Of niet? Dat weet ik al niet meer, eigenlijk. Dat zou ik niet durven zeggen, eigenlijk. Cédric Bertelijn? Oeh. Nee. Had je toch veel matchen gespeeld? Ja, maar niet genoeg, hè. Okay. Bergen was wel pas later. Ja, dat is een liftclub ook. Ja. Dus, ja. Ja, dat is weer een overwinning. Ja, eigenlijk wel. Ik kan misschien nog één hokje doen. Ja. Jan Moons? Of nee, niet meer? Nee, ook weer te vroeg. Te vroeg een deel, hè. Ja. We hebben Olivier de Schacht, PJ Montaigne, staat op 2. Montaigne, natuurlijk. Ja. Kilian Overmeijer, Karel Hoefkes, Sylvie Preuteu, Frederik Herpoel. Ik weet niet dat je zo'n... een lijn begint te zien. Hè? Die wordt verslagen op keepers. Daar Jeffke Deelen. Ah, ja, tuurlijk. Jeffke Deelen met 376. Erner Viedersson, Fille Clement, uiteraard. Ja. Bernd Evens, toch wel nog, Bernd Evens, nog verrassend. Bart Geur, Timmy Simons hebben we inderdaad gehad. Steve Dugardijn. Ja. Teklak, Karel Gerard, moet ik zeggen. Peter de Lorge, Sammy Bossut, Mark Hendricks, Gonzaag van Deuren en Wouter Franke. En Wouter Franke. Een heel mooie carrière in echt wel een geestelijk lijstje eigenlijk. Ja, dat vond ik nu ook wel. Goed gedaan, Lars. Okay. Dank je wel. We hadden niet van iedereen aan deze tafel. Zou wel zijn. Ja, ik vond het verwarrend. Ja. Ik ben nog een beetje verwarrend. Ja, daar is een hoekje. Ga daar maar wenen. Je zit hier toch. Doe alsof je thuis zit. 2-0. 2-0. Over naar het volgende. Shotcast. En het volgende is het laatste. Wat gaan jullie volgende week doen? Jongens, ik zal het maar zelf meteen zeggen voordat jullie er analyses op maken. Maar de timing wil dat ik vanaf vandaag eigenlijk na de montage van deze podcast op vakantie ga. Dat wordt chef en pak direct. Ja. Ja. Allee, chef recup en chef congé. Ja. Het is mooi. Ja. Alwel, ik sta kiek dan... Jij hebt ook nog vakantie. Ik heb deze week nog vakantie. Ja, ik maak een uitstapje naar de koers, na de voetbalgids. Wacht, de tourgids, de uitgestelde tourgids. Bij het nieuws dat op 22 augustus. Bij het nieuws ziet. Het is niet omdat hem in congé is dat er niet mee bezig is. Hè? Nee, sowieso. Zoals eraf, zo, ondanks het feit dat je mailbox al 2 weken niet meer open doet. Ja. Zei dat dus de laatste 2 weken veranderd is, die publicatiedatum. Maar, moet zelf nog eens zien. Hè. Nee, een week voor de tour gaat niet meer door. Hè? Afgeschaft. Ja, nee. Dus ik weet je wat? Vanavond? Tourgids, ik ga gewoon zeggen, ik werk deze week. Ja. En vanavond, elke dag. Allemaal, en luister aan het beeldscherm, want... Onszelf. Ah, ja. Ik vind wel, voor de volgende keer moeten ze daar toch wel zo'n soort cameraatje in plaatsen, zodat we precies VR-gewijs door de ogen Zouden wij zo'n sjal rond onze nek krijgen? Of zo? Bij deze temperaturen kunnen ze dat echt niet maken. Allee, wat ga jij doen? Misschien nog een kleine shout-out naar de Canari trouwens van STVV, die geweldig werk heeft geleverd. Respect, hoor. 90 minuten in de zon gezeten daar. Samen met zijn man of vrouw, Breintje de Beer. Dat is toch een werkstraf of zo? Dat is toch ergens een van allee, nee, je zegt, je mag vervroegd vrij, maar... allee, je moet wel... Allee, dat gaat zoiets, en dat kan bijna niet anders. Maar goed, ik kan daar met een enkelband. Ja, inderdaad. Wat ga je doen? Ga jij iets doen anders dan de vakantie genieten? Ja, voetbal toch een beetje. Woensdag, als het doorgaat bij deze hoge temperatuur. Eerste voetbaltraining van mijn zoon bij KFC Zwarte Leeuw. Dus. Ja, altijd lastig, hè. Een beetje een moment om naar uit te kijken. Oké, is dat wel goed? Gaat het ook een keeper worden? Dat ik het niet weet. Automobaas wordt het later. Hij gaat een goede voetballer worden. kijktippen. Ik kies voor Anderlecht-STVV zondag. Ik denk dat dat een hele leuke partij kan worden. En waarom, concreet?
door hetgeen wat SCV getoond heeft zondag en door hetgeen wat Anderlecht na zondag gaat willen tonen. Geert, waar ga jij naar kijken? Kijk op de training van Louis hè, bij Zwarte Leeuw. Belgia Sport kan al maar beter komen documenteren. Heeft geen moeite gedaan. Wordt weer hetzelfde gepakt eigenlijk. Dus ja, ik ga niet op dezelfde naam. Lars, breng het niveau naar morgen. Nee, Champions League dan, hè, als ik dan toch... Het is goed. Mijn kind, schoonkind. Lincoln tegen de kampioen van San Marino. Linfield. Ik ging zo lekker correctieloos door de aflevering. Kosovo. Kosovo, oh. Zie je Ja, hopelijk voetbal op Telenet. Ik kan het toch niet laten om het... De woede, frustratie, irritatie is al een beetje... De vete is gestart en wordt niet gestopt. Fix het en dan zand erover. Ja. Okay. En liefst vandaag. Ja. Fix het en dan zand erover. Ja, dan kunnen we naar onszelf kijken. Dat is een mooie afsluiter voor onze tweede aflevering, die weer al schandalig lang geduurd heeft. Maar ja, als we het zelf plezant blijven vinden, dan is het goed. Gert, ga je ondertussen een selfie pakken? Dat kan hij dan wel doen, natuurlijk. Dat is ongelooflijk. Volgende keer liever wat meer inhoud en wat minder beeld naar de tafel brengen. Heerlijk. U weet het, herhaling van de kanalen. Kein en Abel. Ja. Contacteer ons via podcast.nieuwsblad.be, shotcast.nieuwsblad.be, @shotcast op Twitter of #shotcast. De bedankingen tot slot. Bedankt Biwin voor ons 3 aan te leveren in karton. En volgende week nog eens in Oostende. En dan nog eens 3 kartonnen borden bij Beerschot. Dus jullie weten dat jullie budgetgeld goed gespendeerd wordt. Als die dan nu horen, denk je toch echt, dit was niet de bedoeling. Zoveel shout-outs. Dan krijg je iets voor in de plaats. Bedankt Gert om effectief aanwezig te zijn. Dat is al een in mijn eigen huis moest dat wel lukken. Wel, dat was al een hele grote stap. En tot slot, ja, bedankt Eleven misschien om ons toch goed te loodsen. Doorheen het eerste speelweekend. Ja. Voetbal is terug, de support is nog niet, dus we zijn half tevreden en dat is toch al iets. Tot volgende week.